Dinner. Hier gaan wij beginnen vandaag. Dit is bigger. Hij gaat sneller deze. Oké, dit gaat op waar je vandaan komt. Oh ja. Op een tunnel. Dat is hem, hè. Hallo! Hallo! Hallo mensen en welkom bij Elfieden, Elfen en Forest. Swimmingpool, de subtropical swimmingpool. En wij zijn in een cabana. We zijn in cabana. Cabana Fern. Cabana Fern, ik wil dat kijken. Kijk mensen. Cabana Fern. Dat is de grond en dit is dus. Elfen en Forest. Ja, dan gaan we terug naar binnen. Dit is, we hebben een tv, we hebben een kluis, we hebben geluid, we hebben drankjes erbij. We hebben hem wel moeten huren natuurlijk. Maar het is een dikke moeite waard. Blijf kijken voor ons avontuur hier in het zwembad, want we komen er vaker terug. Dan gaan we het ontbijt nemen, hè. Mooi in de achterkant. Dus, even lekker kijken naar dit verhaaltje van Subtropical Swimming Pool op Elfen Forest South Park. Zo, in het water. En lekker warm. Ja, warm aan het. Niet heel warm, maar wel lekker warm. Mensen, kijk daarachter, de Starbucks. Daar is ook. En de volgende is afgenomen. Dan is het rood. Ik moet wel zeggen, de golven zijn hier matig. Het is een beetje kabbelig. Ja, heel matig. Het is niet dat je zegt van, het is, je wordt nog helemaal naar achter gestuurd, want dat gebeurt niet. Het is echt heel erg matig. Maar ja, het is wel leuk, hè? Ja. Jij wil straks nog wat eten, hè? Ja. Toch? Ja, want we hebben die cabana, wat ik al zei, voor 3 uur lang. En ik maak straks wel even bekend wat dat ding kost. Ja. En wat je er allemaal bij krijgt, want dat heb ik geloof ik nog niet gezegd. Maar dat komt allemaal goed. Cool. Dat doen we straks al even. Misschien dat we ook eten kunnen in de cabana, dat weet ik niet. Dat denk ik toch wel. Ja, ik denk het ook wel. Want als dat fris is, dan kun je drinken te kopen. Nee, dat is veel te. Ja, Chris zei al net, Bos van Meren, die kolft ook niet. Die kolft op precies dezelfde manier. Ja, die hebben dezelfde installatie, denk ik. Ja, dus het is. Het is een beetje zo op en neer gaan, zo hoppa. Dat is het. Ja. We gaan dadelijk wel voor die cycloon, hè? Ja. Gaan we zo even pakken. Cycloontje doen. Ja, dat hebben we hier nog niet gedaan. Nee, we gaan hem hier echt doen. Even kijken hoe dat gaat hier. Daar kun je eten halen. Dat is oké, dat is groot gegeten, dat is mooi. Maar we gaan voor deze. Cycloon, ga je mee? Ja. Cyclone. Kijk nog zo'n mooi beeld zo. Gaan we weer, Chris. Daar komt hij uit. Het is de eerste keer dat we gaan doen hier, hè? Ja, dat zijn hier nog niet geweest. Ik vond dat er boven die banden zijn. Het is met band. Ja, maar dat die boven zijn. Ja, die zijn boven. Hier, kijk. Ja. Daar gaan ze naar boven. Oh ja. Het is eigenlijk een toren die ze erbij hebben gebouwd en mooi verkleed met natuurstenen. Dat valt me alweer wel op. Zet hem even op de schaal.
Ja, doe maar even. Ja, je punt dat. Wow. Mooi gemaakt. Zou het echt zijn? Kijk hoor. Ja, het is echt. Hij is wel echt. Ja. Maar dat wat er aan hangt, denk ik niet hoor. Aan de zijkanten, dat is niet echt. Hij doet het. A guy to your right. You need to be able to drive. All right. Ja. Daar gaan we dan. Dat is dat. Alle vijf aan het hoofd water gaan en het is dat. Maar we gaan nog over. Nou, kijk eens wat een mooi is dit. Mooi plaatje dit met die zon. Mooi. Gaat ie? Ik weet niet wat je zei. Dit is bigger! Ik heb sneller deze. Hoor je het vast? Ik heb me vast. Oh, kijk dan. Dit is een hele andere. Hey, die ken ik helemaal niet. Ja! Ja, dit is zeker weten. Dit is echt veel beter. Dit is echt een andere. Wauw. Kijk, foto's heb gemaakt. Ja. Wildwaterbaan. En zo kom je eruit. Mooi, mooi, mooi. Dat is ook nieuw, hè? Dat kan ik niet. Dat is zo'n soort pool. Kruidenbak. Ja, en ze noemen het een... ik ben de naam kwijt. Volgens mij was het een lagoonpool. Lagoonpool is het. Lukt het? Dan, je kunt er niet zomaar met een wereld video's maken. Het is altijd een beetje vertellen of opstellen. Dat is, dat mag je niet. Dus we mogen wel onszelf doen en de baan waar we in zitten. Maar niet echt specifiek op andere mensen. Dat is typisch in Engeland, dat mag gewoon niet. Eigenlijk willen we dat ook. Nee. Dus we gaan gewoon beginnen. Ben je mee? De waterbaan. Ja. En hier kun je nog zien hoe mooi het bad is. Schitterend bad is het gewoon. En we gaan nou daarin. Ja, zeker. Maar ik heb nog niet meer koude wiegetrad houden hier. Daar houden zich heel veel mensen eraan, maar niet iedereen. Toch? Het is echt een super grote glijbaan, hè? Dat had ik niet verwacht. We gaan maar door. Dit is water, man. Blijf ik wel aan me. Engeland, hè, links al wel. Dat is simpel. Oh, wat je dat vergeten? Daar heb je nou een probleem. Ja, zou ik ook lachen.
De grote. Grote klein. Grote klein? Ja. Oké. Nee, deze is niet eng. Dit is leuk. Ik heb uitgelachen met de kleintjes. Ja. Ja, dat ding valt eraf, dat werkt niet goed. En je wilt water dan regenen. En je moet je touwtjes vast hebben. Nee, die heb ik nog net vast. En we gaan dadelijk een nieuwe batterij erin zetten. Wat een mooi plaatje, hoor. We hebben een compleet plaatje van de hele bad. Oh ja. Zo, gaan wij ook rijden zo. Kijk, dit is ook een van dezelfde. Dat was toch een meer. Ik wil allemaal staan hier uit, dus we gaan even kijken. Wat is dat groene land? Hier zijn we altijd. Hier zijn we langer, denk ik. Ja, gaat ie. Ik zat met de telefoon, maar de telefoons gaan altijd uit als we water raken. Moet je erbij staan. Ja. Dus die gaan altijd uit. We gaan in ieder geval eventjes nou wat eten. Ja. Ik denk dat we half uur verder zijn. We gaan wat eten. We hebben ook een Starbucks. Maar die is closed. Maar hij zit er wel. Hier zo. Dit is een extra. Mooie vorm, hè? Dit is een extra. We eten aan. Ja, ik had toen straks al beloofd, wat kost dat nou? Dat kost 60 euro voor. Nee, 60 euro, ongeveer. 60 euro voor 3 uurtjes. En dan krijg je dit allemaal erbij. Handdoeken zitten erbij, die moet je normaal huren. Nou ja, de safe, hier restaurant zit erbij. Het is eigenlijk helemaal compleet, alleen geen eten. Ja. Dat gaan we nou halen, we kijken of we het mee kunnen nemen. Ja. Gaan we doen. Kijk, ik heb hier eigenlijk nog niemand gegeven. Dus ik kan wel vragen laten leveren. Ja, kunnen we wel vragen. Ja, gaan we doen. Eten en hier binnen gaan we opeten. Nou, ik had eigenlijk gehoopt dat ze wat warm zouden, maar dat hebben ze al gespeeld. Dus we gaan gewoon hier lekker eten. Zet de tafel erbij, we hebben wat drinken. Ah. Wil jij een tango? Tango for you. Cola for me. Ik had zelf je laptop meegenomen, maar... Ja, ik heb de laptop erbij. Kijk, hoppa! Oh nee, het is een boek! Voor jou... Mij kun je even zo afdrogen en dan gaan we even eten! Nou, we gaan deze even doen, hè. Familie klein van een eentje. Het durft niet, dus doe ik hem alleen. Zo gaat ie. Dan kijk snel. Klopt, gewoon vanaf. Ik wil niet nog een keer. Oh, knal, wat zit die klei uit daarboven. Nou ja, dit is ook mooi, hè. Oh, gewoon dat geest komt eruit. Daar zijn we nog weer voorbij.
Dan gaat het weer terug naar de jungle. Kijk dat tonnetje, dat is mooi hè? Ja. Zullen wij... Ja, zeg maar. Glijbaantoren. Ja, zullen wij nog een keer van die glijbaantoren? Dat wou ik net zeggen. Ja, is goed. Want dan ga ik achteruit. Ja. Gaan we dat nog een keertje doen. En dan gaan we daarna nog een keer met de band door het stroomversnuiven. We hebben een band bij onze cabana. Ja, dat mag met de band. Daar is hij voor, zei ze. Hebben wij even mazzel dat we maar gedaan hebben, want hij is maar tot 7 uur open. Ja. Ja, dat vind ik ook wel minder. Maar ja, goed, het is niet anders dan. Doen we dan nog maar een keer wild water, maar? Ja, dan gaan we dat nog een keer doen. Klaar ervoor? Ja. Gaat ie? Ja, gaan we dan weer. Ben je klaar voor Chris? Mooi die blauwe lampen hè? Kijk of hè? Onder een afdaling. En hier kun je pas zien hè, hoe groot dat ding is. Ja. Ja. Joeko. Ja. Dat is een groot ding man. Zet je vast! Kijk, er staat op waar je vandaan komt. Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel, ook niet. Kijk, dan hebben we een ander stukje. Oké. Kijk hoe dat is. Even kijken. Een beetje voor de kinderen denk ik nog, of niet? Dit is toch leeg? Ja. We gaan nou even die emmer opzoeken. Dat is hem hè. We gaan naar het stroomversnelling. Pakken we de band mee. Ja, kijk, hier. Warm. Echt warm. Staat erop, ja. En hier doen ze het nog, hè? Oh, heerlijk. Oh, maar we gaan even daarin. Ja. Vroeger in het begin, waar die cabana staat, dat stond vroeger in, dat was een bar. Nu is het de cabana geworden, dus ik ga even de band halen. Hoe mooi met die band kunnen we gewoon door de stroom versnellen.
Hé Chris, ik zei vroeger, ja. Stond hier gewoon een bar, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Ik weet het niet. En Vossen Meren die heeft hier de Monkey Splash opgezet. Oh, ga je achter de kraan? Ja. We gaan de stroomversnelling in, hè? Oké. Okay. Ja, ik wist niet dat die open kon. Gewoon doen, hè? Stroomversnelling. Ja, we hebben van die bruisdingen. Grappig, hè? Pak jij de band? Nee, pak jij maar. De band is van buiten. Kleintjes van ons. En die andere zijn 62. Deze kant op. Ik weet het niet, ik weet het niet in. Nee, dat gaat niet, of wel? Oh, dat gaat wel. Komt u maar. Kijk eens. Herkenbaar, toch? Kijk eens, herkenbaar. Vossen Meren. Leuk nieuwtjes, in september krijgen we een ander bad. Lijkt hier ook op. Welke zou dat zijn? Zet het hieronder in de reacties. Zeg, in september komt een ander bad. En dan voel ik welke zou dat zijn? Dus zet het hieronder in de reacties. Ja, nou begint de stroomversnelling pad. Kom je Chris? Dat komt even uit. Ik wel. Dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze stroomversnelling. Leuk. We doen ook een rondje, ik had hem hier gemist. Hun. Ik heb een pijntje, dit is geen zoutwater. Robert had zout. Ze vonden zelf van niet, maar het was echt zout. Het proeft ook echt zout. En dit is gewoon wat wij allemaal ook kennen. Daar deed de zoutfiltering en die is nu weer gewoon met de chloor. Ja, zit trouwens niet zoveel chloor in, maar het is prima te doen hier. Zo, en dan doen we de video afsluiten weer, hè? Dat hebben we eigenlijk al eens laten zien, dus zijn we er eigenlijk klaar mee. Zullen we dat in de cabana doen? Ja. In de cabana afsluiten. Wat is dit? Dit is een lagune pool. Wauw. Mooi, hebben ze mooi gemaakt hier, ja. Kijk, daar kan je zo naar het zwembad komen. Een mooi dingetje dit hier. Kijk, kun je naar de lucht kijken? Ja, mooie blauwe hemel. Ja, mooi gemaakt. Zo, daar gaan we. Aan de cabana. Amik? Ja, en dan wordt het tijd om af te sluiten. Toch? Ja. Oh, ik heb hem nog binnen. De video. Ik heb de video binnen. Van de area. Ja, ik heb net binnen gekeken. Wacht even. Ga even kijken of dat gelukt is. Moment. Moments later. Ja, dat was even een onderbreking, hè. We kregen net een e-mailtje binnen van onze Aereo Adventure. Ze maken hier opnames als je in de bomen klimt. Dus alleen die hele lange slinger die staat erin, maar we monteren het wel in de video. Ja. We gaan het downloaden. Maar wat vonden jullie van het zwembad? Dat wil ik eigenlijk weten. Laat het weten hieronder in de reacties. Wij vonden het best leuk.
ja, heel veel herkenningsmodellen, heel veel herkenningsonderdelen zitten hier natuurlijk in met fossimeren. Alleen die dat groenpoel, dat heeft fossimeren niet. Het hele grote kinderplayhouse heeft fossimeren ook niet. En de cyclone heeft fossimeren ook niet. Maar de fossimeren heeft de topsy-turvy. En dit is weer een uitgewerkte versie ervan. Je gaat eerst in een tol en dan zak je door een gat naar beneden. Met een hele grote baan. Ja, dat is. Ja, laat weten wat jullie ervan vinden. Zijn we heel blij om dat te horen. En gaan we weer afsluiten. Ja. Dus mensen, duimen omhoog. Abonneren, liken, delen. En bedankt voor het kijken naar deze leuke video. En vanaf tot 11 en voorwaarts zeg ik weer. Tot de volgende video. Doei doei. Thank you.